Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 93 alweer hier in Mexico. Ronde nummer 13 van het kampioenschap. We gaan alweer richting het einde van het seizoen en van My Team Career Mode. Maar heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor met ietsje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video op dit kanaal. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Jenson Button kan misschien nog derde worden in het kampioenschap. Ik denk dat Charles Leclerc net iets te ver weg zit. Goed verhaal. En ja, wij hebben tot nu toe bijna alle grote prijzen gewonnen dit seizoen. Een paar gemist, werden steeds tweede. Maar goed, het is geen probleem. Even de tijd doorspoelen en dan hebben wij ook een Pirelli Hotlap. Ja, die doen wij dus gewoon even niet. Die slaan wij mooi over. Stoer. En dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 93. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Mexico. Daar schieten wij ietsjes te veel door. Te veel snelheid meegenomen, maar goed, is geen probleem. We hebben nog geen tijd neergezet, zoals je rechtsboven kan zien. Kijken of we ook door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van wel met deze auto. Ik verwacht ook dat Jenson Button mooi door kan komen. En dan moet hij de laatste resterende races nog even flink gaan pushen voor wat hij waard is. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Dan kan hij misschien de slag nemen op P2 in het coureursklassement. Wij zijn alweer het kampioen bij de coureurs en de constructeurs. Dus Button zijn droom om tweevoudig wereldkampioen te worden gaat dus definitief niet door. Deze ronde was niet echt optimaal. We moeten er toch wat van zien te maken. En dan laten wij in Q1 een 1.15.663 noteren. Zijn we aanbeland bij Q2 volgens mij. Als we gaan kijken of wij ook door kunnen komen naar Q3. Button staat binnen. Nog steeds. En wij hebben daar een Mercedes-rijder voor ons. Dat is volgens mij Dan Ticktum. Die ook een ronde aan het doen is voor een tijd om door te gaan naar Q3. Hebben we daar diezelfde Dan Ticktum rijden als we daar een track limits waarschuwing krijgen. En hier blokkeert Dan Ticktum onze snelle ronde helaas. Dan hier proberen op de exit hem te passeren. Lukt niet, die Mercedes heeft meer tractie en wij laten nog steeds wel de snelste tijd noteren. Met een 1.15.5. Pakken hier heel veel slipstream. Zet hem er eventjes naast om te laten merken dat wij er niet van gediend waren. Ja, maar goed, Ticktum kan eigenlijk ook niet uit het niets verdwijnen. Wij gaan hem hier een beetje blokkeren. En dan zijn we door naar Q3 volgens mij. P10. Laatste plek in handen met nog ongeveer 1 minuut op de klok. En kijken of wij ook naar de pole position kunnen toe gaan rijden. Dat zou betekenen dat wij een setje zachte banden kunnen uitsparen voor in de wedstrijd. Dus op zich is dat wel goed. Kunnen we dan voor de snelste race ronde gaan gebruiken. Maar eerst naar de pole position toe zien te rijden. Komen aan bij sector 3 en schieten daar een klein beetje door. De vlag hangt uit. 15e onder de tijd van Charles Leclerc die op P6 rijdt. Wij laten paars in sector 2 noteren. En dat zou betekenen dat we gewoon naar de pole position kunnen gaan toerijden. En dat is ook de pole position. Jazeker, goed gedaan. Uitstekende ronde van ons. En Button op P2 op 17e. Liam Lawson op P3 op 18e. Goed gedaan. En is op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 93. Daar gaan we dan.
It's time then for the Mexico City Grand Prix, a race which gave Honda their first ever victory in 1965. American Richard Ginter winning from third on the grid, and what of the Honda-powered cars this year? Red Bull have been strong here in recent seasons. Can they keep that record going today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, and Jenson Button completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Liam Lawson, Ocon, Lando Norris, and Sainz, Leclerc, Mick Schumacher, Drugovich, and Fernando Alonso, Gasly, Tsunoda, Robert Schwartzman, and Russell, Tictum, Teo Porcher, Kevin Magnussen, and Oscar Piastri, Richard Vachon, Joe, Latifi. Lance Stroll brings the grid to a close. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs na de overwinning van vorige race. Geen regen voorspeld, wel aan het einde bewolking. Medium hard is de strategie. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in Mexico. Achterbanden zijn al mooi opgewarmd, zo te horen. 36 rondes lang racen, een lange wedstrijd. En misschien kunnen wij op het einde wel naar de zachte band om de snelste raceronde punt te verbeteren. En dus dat punt naar ons toe te trekken. Om aan bij start finish om in de gridslots te gaan. Banden nog even goed opwarmen voor de start van de wedstrijd. Met onszelf dus op pole position, Jenson Button. Teamgenoot op P2, Liam Lawson, en Ocon 3 en 4 nog eens op P5. En komen prima in onze gridbox terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 93 van F1 22. My team, Karim, wordt hier voor de grote prijs van Mexico. Met ontzettend dus op pole position, Jenson Button op P2. Liam Lawson op P3, Ocon 4, Norris op die zachte band op P5. De lampen gaan aan voor de grote prijs. Aflevering nummer 93 is onderweg en komen prima van onze positie weg. Jazeker, Button heeft het al lastig, want Norris is al naar P4, Lawson op P3. En Norris al naar P2, die zachte band doet zijn ding. En hij zit te kijken voor een aanval voor P1, maar kan er niet langs. Button remt dat gat weer dicht en is terug naar P2. Norris zakt terug tot P5. Lawson naar P2 en Button samen met elkaar knokkend voor die positie. Norris pakt Sainz weer terug. En Sainz pakt Norris weer terug. Einde ronde nummer 1 is het, als dat gat naar Button inmiddels 2.9 is geworden. 3 seconden ongeveer. En wij laten een 1.20.4.7.5 noteren als snelste raceronde tot nu toe. Iedereen goed door de eerste ronde heen gekomen. Jazeker. Geen beschadigende voorvleugels, geen lekke banden en geen pitstops gemaakt. Button volgt op 3.1. Lawson volgt op 4.4. Button rijdt weg van de Nieuw-Zeelander. Norris, die zachte band, die loopt niet zo lekker. 4.9 had je niet verwacht. Onder nummer 6 is het alweer, als dat gat naar Button inmiddels 6 seconden is geworden. Een gele vlag in sector 1. Omdat er iemand gaat stilvallen.
En dat is Norris. Lando Norris staat stil volgens mij. Want Drukovic is naar P5. Norris valt uit. Jazeker, Lando Norris uitgevallen in de wedstrijd heel vroeg al. Ronde nummer 6 op die zachte band. Weet niet wat daar is gebeurd. Ik denk een motorisch probleem. Maar goed, niet ons probleem. Staat stil. Uitkomen bocht nummer 3. Gat naar Button is 6.4. Naar Sainz is inmiddels 11.4. En naar Drukovic is het 13 seconden. Ronde nummer 7 is het alweer. En in ronde nummer 17 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. De bewolking is inmiddels toegenomen op dit circuit. En Button gaat aan de leiding. 2.4 is de pitstop. Een prima pitstop, jazeker. En komen mooi voor Carlos Sainz weer het circuit op. Want hij duikt naar binnen en Felipe Drugovic is naar P3. Weiders naar P2. Button moet nog een keer naar binnen. Die moet zelfs naar binnen voor zijn eerste pitstop. Voor de harde band. Hij rijdt 8 seconden voor ons. Dus dat betekent dat wij gewoon weer voor Button het circuit opduiken als hij zijn pitstop heeft gemaakt. We zitten op de helft van de grote prijs. Gaat al lekker snel. Harde banden nog even op temperatuur zien te werken. En in ronde nummer 30 is het als we daar de eerste blauwe vlag hebben van de dag. Dat is volgens mij Richard Verschoor. En Button is gewoon achter ons beland. 23,5 seconden is het gat inmiddels. En Verschoor moet ons hier voorbij laten. Krijgt daar gewoon blauwe vlaggen. En moet aan de kant. DRS hebben wij van de landgenoot. Slipstream pakken. En Verschoor is op een ronde gezet. Nog 6 rondes te gaan in de race. Zijn teammaat Lance Stroll rijdt helemaal achteraan. Ronde nummer 31 is het. 24,1 seconden is het gat naar Jenson Button. En dat wordt groter en groter. Nou, Ocon is het inmiddels 40 seconden ongeveer. Russell rijdt op die zachte mediumband. Gele vlag. Hoor ik Mark Priestley zeggen. Maar er is geen geel. Dus ik weet niet waarom. Ronde nummer 34 alweer. Als wij naar binnen duiken voor de zachte band. Gaan proberen dat zelfs race ronde te verbeteren. En komen denk ik mooi voor Button weer het circuit op. De Schoor haalt ons weer in. Hetzelfde geldt zometeen voor Lance Stroll. Prima pitstop 2.5. Het hout begint hier te kraken. Hopelijk dat ik dat eruit kan krijgen. Ik ben er bang voor. Maar goed, dan hoor je dat inmiddels in de clip. Terug. En ja, dat is zonde. 8.6.5. Wat is het nou weer? 4.9 is het gat. Button verkleint dat in rap tempo. Maar goed, dat maakt niet uit. Want wij hebben die zachte band. En kunnen er gewoon van Button wegrijden zometeen. En we zitten inmiddels in de laatste ronde van de race. Als wij even groen in sector 1 noteren, daar hebben wij dus Lance Stroll. Die aan de kant moet voor ons. We hebben hier veel meer snelheid en veel meer grip. Pakken slipstream van de Canadees in de laatste sector. Laten even paars in sector 2 noteren. Gat naar Button is inmiddels 7.2. Gaat hij niet meer goed rijden. Dicht rijden ook. En wij pakken hier dan weer een overwinning in My Team Cremo. De grote prijs van Mexico is van ons. Met als snelste race onderpunt, met Button op P2, de volledige score als team gepakt. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. Yes, fantastic! You just won
victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had, and congratulations to the whole team. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben onze uitslag van de wedstrijd. Wij benutten het grote prijs van Mexico met als snelste race rondepunt. Goed gedaan, Button naar P2, Sainz op P3, Russell 4, Ocon 5, Leclerc 6, Drugovic 7, Tsunoda 8, Gasly 9 en Latifi op P10. En twee uitvallers, Norris en Mick Schumacher. En Button naar P3 komt dichter bij Charles Leclerc voor P2. En wij dus nog steeds kampioen bij coureurs- en constructeurstand. Eigenlijk is er niks gewijzigd. Button kan nog vice-kampioen worden in de laatste resterende races. Het zou mooi zijn als hij dat gaat halen. We hebben de rivaliteit flink veroverd ten opzichte van Lando Norris. Helaas 48k erbij. Ik heb niks binnengebracht op de bank. Totaal $23,85 miljoen. Jazeker. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-22 My Team Creamer content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.